Ja, dames en heren, de wedstrijd tussen SVW en Grootalent is afgelopen. Het is 1-1 geworden. Je had trainer Sergio van Hurk van Grootalent. Ik denk niet dat hij helemaal ontevreden bent. Nee, ik denk dat 1-1 prima is. En ook een terechte uitslag als je de wedstrijd hebt gezien. Aan de weerskant wat kansen geweest. En ik denk dat we allebei blij mogen zijn met 1-1. Ja, dat dacht ik ook. De eerste helft was zeer boeiend. Het had toch gewoon 3-3 of 4-3 of 3-4 kunnen staan. Klopt. Ja, in het begin waren er veel kansen van de eerste helft eigenlijk. Over en weer. Hè. Dus waarbij hun wat kansen kregen en onze keeper ons op de been hield, was het aan de andere kant ook zo. Hè. Hun keeper hield hun ook op de been. Vrije trap die goed op de lat tikt. Dus ja, dat gaat is er een beetje gelijk. Dus, ik vind ook een gelijke stand is ook de juiste uitslag. Ja, tweede helft begon FVW een beetje slordig. Jullie straften dat al goed af, want een paar veel verkeerde passes. Maar ja, later kwamen ze weer in de strijd, toen kregen jullie het treffen moeilijk. Ja, nou, dat analyseer je goed. Hè. We hadden in de rust aangegeven dat we wat meer druk naar voren zouden zetten. Dat sneller hun laatste linie af zouden jagen. Dus dat deden we goed. En daarmee hadden we dus inderdaad gelijk de wedstrijd in handen. Maken ook een goede goal. Uiteindelijk komen hun weer wat meer in de strijd. En stuurt natuurlijk die laatste man naar voren, die lange jongen. Dus je krijgt voorin, dan krijg je natuurlijk alles 1-1. Blijven alleen maar lange ballen spelen. Ja, dan wordt het echt een wedstrijd van duels. Nou, dat hebben we goed aangegaan en we hebben het ook terecht gewoon op deze manier af kunnen sluiten. Zelf ook niet echt meer kans gecreëerd daarna. Dus ik denk dat, daarom zeg ik, 1-1 is gewoon de juiste uitslag. Ja, dat klopt. Enkel wat ik dan over de eerste helft zag, hadden jullie wel veel moeite met vooral op de rechterflank die buitenspeler. Dat is een snelle jongen van SVW en vooral op kunstgras. Ja, nou, dat kunstgras speelt natuurlijk een hele belangrijke rol. Het is bijna onmogelijk om hier op te voetballen. Het lijkt wel straatvoetbal, zo hard is het. En de klagen de spelers dan natuurlijk uiteraard ook over. En inderdaad, aan de rechterkant was bij hun een speler die er heel goed mee overweg kon. Op middenveld trouwens ook nog wat één of twee spelers bij SVW. Waarschijnlijk trainen ze natuurlijk ook op dit veld. En hebben ze dat gewoon, ja, zijn daar meer aan gewend dan onze spelers. Die gewend zijn op echt gras. Wij trainen op echt gras, we spelen op echt gras bij ons. Dus ja, dan kan je dat verschil wel zien. Ja, dat klopt. Nou ja, al met al, ik zeg, u was al tevreden. Ik weet niet hoe de andere uitslagen, maar je blijft volop meedoen. De andere uitslagen zijn, behalve Arkel dan, die heeft dan wel gewonnen, maar de andere uitslagen zijn allemaal prima voor ons. Dus ja, we blijven goed meedoen. Twee inhaalwedstrijden te gaan ten opzichte van Arkel. Die moeten we natuurlijk zien te winnen. Volgende week SVW en tweede paasdag tegen de Alblas. Als we die dan winnen kunnen afsluiten, staan we 1 punt boven Arkel. Dus ja, nog alle spanning. Ja, het is hartstikke leuk. Een prachtige competitie, die 3C. Ja, in deze competitie kan iedereen van elkaar winnen. Dat is het leukste. Als je de bovenste tegen een lagere ploeg gaat spelen, is het niet zomaar even een zekerheidje dat die bovenste ook gaat winnen. Want iedereen heeft het tegen elkaar moeilijk. Uit PSV Steefkerk is gewoon altijd een moeilijke wedstrijd. Uit Ameide. Ameide die het heel goed doet op dit moment. Dus ja, er zitten gewoon een heleboel goede ploegen in deze competitie die erg aan elkaar gewaagd zijn. En dan is het vaak degene wie heeft de langste adem, wie heeft de breedste selectie. En ik denk dat we daardoor heel lang mee kunnen doen. Omdat wij, nou, ik denk zeker wel 17, 18 goede eerste elftal spelers hebben. Die allemaal knokken voor die plekken. En daardoor kunnen we het zo lang volhouden. Waar andere ploegen vaak 13, 14 en dan komen ze toch een beetje in de problemen. Hebben wij gewoon echt een ruime selectie. Dus daar ben ik heel blij mee. Belangrijk ook concurrentie, hè? Zeker, ja. Daardoor gaan anderen ook weer beter spelen. Dus dat is altijd gunstig om te hebben. Ja. En je hebt ook in de loop van het jaar altijd met blessures en schorsingen te maken. En dan is het ook fijn dat je nog wat goede spelers hebt. Die, als die in de basis komen, dat eigenlijk niet heel veel verandert. Je wordt niet veel zwakker. Die wisselspeler is net zo goed als die basisspeler. Dat is ook belangrijk. Trainer, bedankt je. En ik zou zeggen, veel succes verder. Graag gedaan, dank u wel. Okay. Ja, Tutu en Dona van trainer van SVW. Denk niet hij helemaal tevreden, of wel? Ik ben ontevreden en teleurgesteld in deze afgelopen wedstrijd. Want als zo'n ploeg vandaag moest winnen, was SCW. Maar ja, ik zeg net tegen mijn collega en ik zeg het tegen jou, Bas. Dit leek me op een déjà vu van de wedstrijd tegen de Zwerver. Die wij hier speelden en toen waren jullie er ook. Ja. En dat was vandaag weer. Wij krijgen de kansen en zij nemen een punt mee naar huis. Ja. Dan ben je gewoon echt teleurgesteld. Ja, klopt. Ik eerste helft was hartstikke leuk om te zien. Ik heb ook genoten, zeker als neutrale toeschouwer. De eerste 10 minuten was ietsje voor Grootalent en toen namen jullie het over. Ja, ik denk dat jij je toe had meer had moeten belonen. Ja, zeker. Wij hadden van tevoren afgesproken. We hebben de hele week over gehad met de jongens. Ja, kijk, wat wil je nog maken van het seizoen? Dan moet je vandaag winnen. Wij willen de laatste 7 wedstrijden voor een prijs spelen. Of je nou praat over kampioenschap of wat dan ook. Dat doen wij niet, maar wij willen wel voor een prijs spelen. En dan moet je gewoon zorgen dat je vandaag wint. En we hebben ze eigenlijk vanaf het begin
kwam ze nog wel uit, maar eerst zelf hebben ze echt bij de keel gegrepen. Alleen we hebben ze laten leven. En dat, ja, dan ben je gewoon. Dan praat je over kansen op 5 meter voor de goal. En 2-1 situaties, 3-2. Ja, die beloon je jezelf niet. En je maakt een wereldgoal, dat wel. Alleen je moet gewoon 3-4-0 voorkomen bij rust. En dan ben je in principe bij het spel kopen. Dan ben je klaar. Klopt. Het tweede helft, jullie kwamen niet helemaal geconcentreerd. Ja, ik weet niet of geconcentreerd uit de kleedkamer. Daar ging, ik telde 3 of 4 passes die helemaal verkeerd gingen even in het begin. Nee, dat klopt Bas. Tweede helft beginnen, gelijk de eerste beste bal achteruit. Breedte bal leef je erin bij Groot Lint. Ja, die denken, joh, wat is met die gast aan de hand? Hebben ze wat verkeerd in het tegengekregen? En wij klappen erop. Kijk, zij spelen natuurlijk gewoon echt een simpel spelletje. Ze hebben 2 goede spitsen, die zoeken ze continu. En ja, daar moet je even oppassen. Dat hebben we gedaan. Maar als je niet geconcentreerd bent en daar komt een goal uit waar ik denk van, ja, eigenlijk geven wij ze in het prestigebraadje cadeau. En ja, daar baal ik nog meer van dan die gemiste kansen. Klopt, ja, je hebt er toen een verhaal geprobeerd. Je denkt een wisselen om toch proberen die 3 punten uit vuur te slepen. Hmm. Ja, je hebt ook nog een paar kleine kansjes gehad, maar het zat er niet meer in. Nee, ja, ik zeg het altijd tegen je en ik noem het altijd. Wij spelen altijd om te winnen en je probeert nog met 2 spitsen erbij, buitenspelers en ja, nog allerlei dingen. Alleen, ja, wij waren ook gewoon niet meer slim genoeg om om een goal te maken. We kregen nog wel de kansen. Alleen, ja, Groot Lint heeft de wedstrijd gewoon goed doodgemaakt. Ja, dat doen zij slim. Zij kwamen hier voor een punt, hebben zij gekregen. En wij hebben gewoon een kans laten liggen om de Lint en Arkel moeilijk te gaan maken in de toekomst. En daar baal ik echt enorm van. Kan begrijpen. Nou ja, volgende week kun je toch nog uit een keer gaan proberen. Of je tegen de Lint? Ja, zeker. Wij kennen ze. Zij kennen ons. Volgende week, ik denk, op andere veld. Dus in hun voordeel. Nou, wij moeten gewoon zorgen dat wij dezelfde scherpte houden als in de eerste helft. En dan zijn wij gewoon voetballend een veel beter elftal dan Groot Lint. Vind ik. Maar ja, die trainer zal wat anders zeggen. Maar ik vind dat wij gewoon een goed elftal hebben. Dat heb je zeker. En gelijk een klein beetje teleurgesteld. Maar aan de andere kant, de jongens hebben geweldig geknokt. Zeker de eerste helft. En ze hebben er alles aan gedaan. Ja, en foutjes gebeuren helemaal. Hè? Ja, zeker. Die jongens zijn teleurgesteld in de kleedkamer. Die hebben alles gegeven. Daar kan ik ze zeker niet verwijten. Zij trainen goed, zij willen altijd voetballen. Geef 100%. Ik heb jongens die in de zaal spelen. Nou, die hebben gisteravond in de zaal gespeeld. Die komen hier vandaag, die moeten 110 minuten voetballen. En daar kun je niet vanaf zien dat zij gisteravond in de zaal hebben gespeeld. Dus dat, aan deze groep kan ik alleen maar zeggen, jongens, blijf hard werken. En dan gaan we onszelf belonen einde van het seizoen met misschien een nacompetitieplek of meer. Maar dat hangt er vanaf wat je de komende 7 weken gaat gebeuren. Ik wens je veel succes en we zullen zien hoe het eind van de competitie is. Dankjewel Bas. Jij bedankt dat je er was vanmiddag en we zien elkaar ongetwijfeld. Oké, jongen.